Hartelijk welkom op deze zondagavond. Geen Jack van Gelder, die is ziek, beterschap hier van ons allen. Wel met Jan van Hals, Jury Mulder, Siert de Vos en Ronald Waterreus. Ja. En laten we maar beginnen over Frenkie de Jong. Siert, jij deed die wedstrijd gisteren. Hij was fenomenaal. Hij was heel goed en wat zelden voorkomt in zo'n wedstrijd, want het was natuurlijk een grote wedstrijd, echt een klassieker in Spanje. Ik meen voor de 90ste keer die wedstrijd. Hij had een rating in zijn passing van 100%. Dat betekent dus dat van de 56 of 66 passes. 54 waren het, geloof ik. Nou goed. Ja, 54. Kijk hier. Hier staan ze fenomenale assists. 54 minuten. Ja. Geen 51 passes. Ja, maar die derde, zie je het, 27 op de helft van de tegenstander. Kijk, je kan ook niet spelen op de centrale verdediger een balletje breed, 100%. Maar dit is veel risicovoller, dat is het knappe, toch? Nou ja, en wat natuurlijk knap is van hem, dat hij eigenlijk nog altijd niet op de positie speelt waar hij bij Ajax floreerde. Dus hij moet zijn weg zoeken. Nou, dat deed hij aan de linkerkant. Met andere woorden, in de hiërarchie stijgt hij boven die Arthur uit. Hè, want dat is eigenlijk Arthur zijn plekje. Nou ja, en Rakitic ook. Rakitic speelt aan de rechterkant. Maar gisteren begon hij rechts. Hij links. En het mooie is dat hij steeds zijn momenten kiest. Dat is hem kennelijk toch opgegeven. Dat hij in de 16 moet komen. En daar kwam hij regelmatig. Want ik heb hem ook wel 3-4 keer zien zwaaien om de bal te krijgen. Die kreeg hij dan niet. Maar hij stond er wel. Ja, wij deden die wedstrijd, Jury. Ja. Dat deed hij goed, hè, om in die 16. Nou, hij deed dat heel goed. En misschien kan hij dat wel beter dan dat op de middenlijn waar hij dan zo groot in is geworden. En het lijkt mij, als voetballer, lijkt het me ook leuker om daar te spelen. Omdat je zit meer in de drukte, is moeilijker. En je kunt ook meer tot de gelegenheid om goals te maken en assists te geven. En dat zag je gisteren ook. Ja, dat is het leukste van voetbal, denk ik. En het knappe is ook, als je hem vorig jaar vroeg... Ik wil niet zeggen dat hij bij wijze van spreken, sorry Jan, dat ze hem altijd op de verkeerde plek hebben gezet bij Ajax. Maar ja, ergens... Kijk, hier staat hij ook, Jan. Moet je Aki even... Nee. Nee, dat is goed. Nou ja, praat jij er maar door. Nee, maar kijk, in het Nederlands elftal speelde hij ook aan de linkerkant. Tegen Estland. Hè? Dus was Prupper, was daar zeg maar de Busquets. Kijk hier, en dan heb je de Jong in een aanvallendere rol. Hier meer aan de rechterkant. En dan komt hij rond die 16. Nou, dat zagen we toch vorig jaar nooit. Nee. En dat was ook wel eens de kritiek. Het is vaak breed en terug. Maar het vaak zijn zelfkritiek. Want als je aan hem vroeg, waar kan je nou nog beter in worden? Zeiden ja, nou een paas over 80 meter geven, zoals Ronald Koeman vroeg. En in de 16 komen, zodat ik meer ga scoren. Ja. Ja, dat moet ik allemaal nog leren. Dat heeft hij gisteren gedaan. Ja. Het was dat die Ansu Fati, die jongen van 16, nu ook in Camp Nou scoorde. Zijn tweede maakte voor Barcelona. Dat is natuurlijk ook een fenomeen inmiddels van 16 jaar. Aangeven voor Frenkie bovendien. Zeker. Dat haalde een beetje de glans van Frenkie's prestatie af. Maar toch stonden de kranten vandaag in Spanje echt helemaal vol met Frenkie de Jong. Van wat een geweldige aankoop. De beste aankoop in jaren. Ja? Maar ja, de kranten die zijn soms ook wel eens... In de superlatieve gaan ze ook wel... Hij speelde heel goed, maar ze moeten ook niet doen alsof we Pelé voor het eerst hebben zien voetballen. Maar zelfs de Madrileense kranten, het is altijd een beetje tussen Barcelona en Madrid dat gevecht. Maar de Madrileense kranten die zeiden ook van, geen club dat eerder heeft gezien dat die man zo goed is. Is die zo goed, Ronald? Ik vind het erg apart. We praten erover alsof het ons verbaast. We hebben dat toch allemaal... De afgelopen jaren gezien hoe goed dat hij is. En ja, of dat nou een linie naar achter of een paar meter naar achter of een paar meter voor jou nooit een issue geweest? Nee, of hij dat ook een niveautje hoger kon laten zien? Totaal niet. Nou, dit is ook misschien een soort opluchting, Ronald. Je wil het ook graag zien dat hij gaat excelleren. Maar als ik Jury net hoor van ja, dat is misschien wel leuker om daar te spelen. Want in de drukte, maar ja, die drukte zocht hij ook heel vaak bij Ajax op. Want dat vindt hij namelijk ook leuk. Dan kikt hij nog even dan tikt hij die bal weer weg. Dat klopt, maar zo'n speler heb je ook nodig. Die heb je ook in het voetbal, de Peerloos. De Rodri's. Maar ja, daar rond die 16, die laatste paas geven. Hè, hij was vaak degene die de paas gaf en dan werd de assist gegeven. Maar hoe vaak hebben we vorig jaar stap verder? Nee, maar goed, maar hoe vaak hebben we ook vorig jaar niet naar hem gekeken? En dat er gewoon het plezier staat er in alles van hem af. Ik bedoel, we hebben allemaal nog op het netvlies staan die
die scène met dat volkslied, dat hij daar gewoon staat te lachen alsof hij alsof buiten gaat spelen. Zo eerste, ja, maar zo speelt hij nou toch ook nog? Ja, nou, maar de eerste wedstrijden niet bij Barcelona. De vergelijking, het idee nog van, ja, hij loopt een beetje te zoeken. Ja, te zoeken. Maar er zijn heel veel vergelijkingen, mannen, heel even, want we zien hier die beelden voorbij komen, veel vergelijkingen met Cruijff. Zeker als je hem hier in die slow-mo bij die goal zag, ook in zijn hele verschijning. Gaat dat te ver? Zien jullie ook iets? Ja, gaat altijd te ver. Dat gaat wel, net zeker. Die vergelijking moeten we maar niet meer doen. Dat zullen we maar niet meer doen, denk ik. Dat kan namelijk nooit iemand dan tippen. Dus dat wordt altijd lastig. Het is wel zo, Cruijff denk ik niet, maar hij kan nog wel veel beter worden door die competitie, die weerstand die hij daar nu heeft. Ja. En hij heeft een paar weken naar zijn plekje gezocht. Het is een bescheiden jongen. Maar langzamerhand zag je gisteren voor het eerst dat hij de bal opeiste. Dat hij in de bal kwam, meenam, zelfs van Busquets afpakte en zei, nee, geen mij. Maar op die positie vooral. Kijk, want ik weet niet of je die wedstrijd tegen Napoli gezien hebt. Die oefenwedstrijd was hij ook geweldig, hè? En dan speelde hij op de positie van Busquets. Maar dan gaat niet iedereen tot het gaatje. En dit is gewoon, is een oefenwedstrijd. Hij staat daar maar gewoon tegen zes internationals. Hè? Ja, allemaal internationals bij Valencia. Maar zie je, Valencia, het was heel anders dan in Bilbao. Toen had hij die... Zeker. Raúl García. Die zat er boven. Geweldige speler, hè? Ja, van Atletico. Nee, nee, absoluut. Van Atletico. Ja, wij hebben er een keer tegen gespeeld met Schalke. Toen was hij ook geweldig. De liefste rotzak die er is. Ja, maar... Maar toen had hij het heel lastig. Dus Valencia gisteren was niet het normale Valencia. Kijk, je moet ook niet onderschatten dat die jongens die met hem spelen... je zegt net, nou, haalt de bal van Busquets af. Maar die jongens zien hem elke dag op training. Die weten ook wel dat hij iets kan. Deze foto zegt alles. Kijk, Ronald. De aanvoerder van Barcelona even zegt... Maar is toch ook logisch? En die aanvoerder van Barcelona denkt dat ze zo'n goeie erbij hebben. Dan is het toch wel lekker. Dan zijn twee trainingen zien ze dat al, hoor. Ja, nou, twee. Ik denk een half uurtje. Ja, dat is wel gezien, hoor. En ze hebben er nog een goeie bij, Sif. Dat wilde jij net zetten. Die Fati, 16 jaar. Wat is een sombrero? Ik dacht altijd dat het een hoed was, gewoon. Een sombrero is inderdaad je hoed afnemen voor iemand. En in voetbaltermen is dat je je bal over iemand heen lift. Mm. Hè, en Ronaldinho was daar de beste in. Maar kijk, dit is dus koekoek, een sombrero. Ja. En daar stonden de kranten vanochtend vol mee. De goal van Fati, de eerste in Camp Nou. De eerste van Frenkie de Jong, ook de eerste assist trouwens. Ja. Maar deze sombrero, ja, daar dat je durft. Zoveel, dat je zoveel talent, dat je dat durft. Die onbevangenheid heeft die jongen natuurlijk ook nog. Jongen met een verhaal, Siert, hè? Wat zeg je? Jongen met een verhaal. Ja, ja, ja. Het is eigenlijk hetzelfde verhaal als Iñaki Williams. Die donkere jongen van Athletic Club de Bilbao. Die is in Pamplona geboren, maar uit vluchtelingen uit Ghana. Zijn vader is geboren in Guinea-Bissau. Die heette Bori Fati. Mooie naam, Bori Fati. En die is, omdat Guinea-Bissau toen nog een Portugese kolonie was... kon die dus emigreren naar Portugal. Maar ja, geen werk. Toen las hij in een advertentie... dat in een stadje net over de grens in Andalusia... ik moet het even opzoeken... Marinaleda, daar een fabriek was... die mensen zochten voor werk... Is hij daar naartoe gegaan? Ik dacht een restaurant, zie het. Ik denk helemaal, nou komt hij. Ga ik zo over hebben. Ligt langs. Alleen, die zeiden van, nee, jou hoeven we niet. Toen is hij gaan bedelen, wekenlang op straat. Is hij de burgemeester op straat tegengekomen. Zegt hij, kijk nou, ik ben hier naar Marinaleda gekomen. Ik kom eigenlijk uit Portugal. Ik kom hier om te werken. Ze hebben geen werk voor me en dan moet ik bedelen. Toen zei die burgemeester, regel ik voor je. En die heeft hem een baan bezorgd bij een taxibedrijf. Toen werd hij taxichauffeur. Nou, en in dat plaatsje is hij verhuisd naar Herrera. En daar is Ansu begonnen op 6-jarige leeftijd bij die club. Gezien door Sevilla, gescouten door Sevilla. 2 jaar later naar Sevilla. Daar 1 jaar in opleiding en op zijn 9e naar Barcelona gegaan. En daar is hij. Hè? Ja. Ansu Fati. Mooi verhaal. Groot talent. Ja. Dat is echt... Dat is maar geen nieuwe Lemptie wordt. Ja. Nee, dat is heel lang geleden. Dat is ook 16 jaar. Help ons even, Jan. Ja, 16 jaar talent van Anderlecht. Praat uit de hele wereld. Atemos, PSV. Ja, Freddy Adu. Silissen, hoe heb je daarna gekeken gisteren, Ronald? Ja, dat kan een keer gebeuren. Ja. Jasper heeft te veel en te lang achter elkaar goed gespeeld. Mm-hmm. Op belangrijke momenten dat hij er moest zijn voor Ajax jaren geleden. Als Barcelona nodig had, was hij er ook altijd. In Oranje is hier het grootste gedeelte van de tijd altijd, ja goed, dit gebeurt een keer. Ja. Dit is een patsen. Kijk, het is alleen met hem, dat viel me de laatste keer in Oranje op toen hij een keer een beetje kritiek kreeg, of een aanzet tot kritiek, dat hij daar wel heel gevoelig voor is. En dat wordt wel een keer tijd dat hij met zijn carrière en zijn staat van dienst daar wat beter mee omgaat.
Maar voor de rest, ik zou me daar niet zoveel zorgen. Hij kon aan die andere goals ook nee, niet. Nee, maar je moet ook niet te veel zorgen. Hij heeft er ook genoeg uitgehaald. Maar je moet die anderen zien, dat waren net zulke schoten. Kan een keeper hier wat aan doen? Ja, dit doet hij goed, hè? Dit doet hij goed. Dat zie je ook goed in, hè? Heeft hij 3 reddingen in 20 seconden. Ja, maar ik bedoel, dat is precies wat ik wil zeggen. Je hoeft je om hem geen zorgen te maken. Het is gewoon een uitstekende keeper. Ik bedoel, hij heeft daar jaren bij Barcelona achter Ter Stegen gezeten. Ja, in Duitsland vindt eigenlijk bijna iedereen dat Ter Stegen in plaats van Neuer moet keepen. Terwijl een heleboel mensen Neuer misschien nog steeds wel de beste van de wereld vinden. Het is niet, hij heeft daar niet achter. Dat is ook blak. Blijf je de hele avond Atletico erin gooien? Nee, maar goed, ik bedoel, weet je, het gebeurt een keer en het is misschien een beetje lullig aan het begin van een hopelijk rijke carrière bij zo'n club, maar gewoon uitstekende keeper. Dat interview voor de wedstrijd, en dan vond ik wel dat hij iets zei, en dat past ook wel weer een beetje bij Sillissen, dat hij heeft natuurlijk 3 jaar als reservekeeper en die rol, daar schikte hij zich in. Hè? Inderdaad, Ter Stegen, goede keeper en zo. Terwijl voor Ter Stegen was ook een reservekeeper, maar die keepte toen wel ook de Champions League. Hè? Ja, dat was toen... Voordat jullie doorgaan, Siert heeft hem geïnterviewd, inderdaad, Jasper Sillissen. En die vertelde inderdaad dat hij het erg naar zijn zin heeft. Wat ik ook al eerder gezegd heb, ik zou het geen straf vinden om hier 10 jaar te zitten. En dan word je mij niet klaar. Ja, dit bedoelde ik. Wat bedoel je dan? Nou, dat hij ook wel iemand is die... Kijk, je zou ook kunnen stellen... Valencia is een fenomenale club. Ik heb ook eens gespeeld in het stadion. Schitterende stadion, schitterende club. Mm. Maar een tussenstap voor naar een topclub in Europa. Zo goed is hij, denk ik wel. Maar hij zegt... ik zou er niks op tegen hebben om hier 10 jaar te zitten. Maar het kan toch en? Dat vond ik ook wel een beetje bij... Jorie. Toen hij bij Barcelona zat. Twijfel je aan zijn ambitie? Nou ja, dat hij misschien Jorie, iets meer... Valencia is toch een topclub? Toch? Met een betere voorzitter, met een... Nee, maar ik heb het over inderdaad Real Madrid of Manchester United of... Die ambitie kan je toch ook hebben met deze uitspraak? Toen ik dit hoorde, vond ik dat het iets over hem zei. Oh, ja. Goed, ik heb ook wel eens ooit bij Barcelona wel eens gedacht. Altijd als ze hem nodig hadden, was hij er en speelde hij goed. Maar ik heb ook wel eens ooit gedacht, ik weet niet of hij dat elke week kan. Mm-hmm. Maar goed, ik heb daar geen bewijs voor. Dat kan hij nu laten zien. Maar ik bedoel, hij heeft een beetje hoe noem je dat? Zijn uitstraling tegen, zeker in dit soort interviews. Jurie begint nou over zoiets wat hij zegt. En ik herinner me dus de laatste interland voor de zomerstop. Dat hij een keer een foutje maakte. En dat hij dan al door mensen was ingefluisterd wat er gezegd werd. En dat was dan echt een ding voor hem. Dat ik denk, ja, luister, als je zo'n keeper bent van dit niveau, dan is dat een fout en dan heb je dat te accepteren. En dan ga je gewoon lekker verder. Ja, maar hij zat toen natuurlijk met het probleem dat hij als eerste keeper van het Nederlands elftal nauwelijks speelde en dat zijn concurrent Zoet die speelde elke week in de top van de Eredivisie. Wat is daar het probleem van dan? Dan denk ik dat hij zichzelf wilde verdedigen. Ja? Dat lijkt me wel logisch. Ja, hij speelt hij elke week. In Oranje is dan nooit een discussie geweest of hij of Zoet moet spelen. Nee, klopt. Heeft Koeman ook. En ik vind het ook onzin om op basis van zo'n uitspraak te denken van nou is hij wel ambitieus genoeg. Dan speel je niet op zo'n niveau. Dat je en bij Barcelona staat wat Ronald zegt en in Oranje altijd goed doet. Nee, maar het is ook niet. Ik bedoel. Maar echt om die echte absolute top te bestormen of zo, daar heeft hij denk ik wel het talent voor. En daar, ik bedoel het positief juist. Want ik denk dat hij daar kan spelen. Maar als je zegt, ja, nou, ik vind 10 jaar Valencia, dan valt iets voor te zeggen als je zo'n instelling hebt. Hè? Want het is ook, valt te prijzen. Jorie, maar hij is heel erg sfeergevoelig. En hij is heel erg een man van de familie. Ja. Dus wat heeft hij gedaan in Barcelona? Ja, met die huizen en zo. Hij heeft meteen een huis gekocht voor zijn ouders. Dat hij daar met zijn zwager en zus... Ja, dat is fantastisch. Maar heeft hij nu allemaal verkocht? Er staat nog te koop. Oh, staat te koop. Als je belasting hebt. Heb je prijs? Prijs? Ja, en hij heeft nu 2 van die huizen gekocht in Valencia. Ja. Ja. Want hij wil de familie om zich heen hebben. Want aan zijn familie heeft hij te danken dat hij nu topkeeper is. Ja, zit in de pool van Ajax. Zeker. Een rommelige club. Want jij was daar woensdag, meen ik, zie je dat. Op de dag dat de trainer eruit werd gegooid. Ja. Die 2 keer vierde is geworden. De Coppa heeft gewonnen. Marcelino. Ja. Hoe dan? Ja. Valencia is helaas in handen gevallen. En laat het een les zijn voor veel Nederlandse clubs. Van een buitenlandse investeerder. En een buitenlandse investeerder, en zeker iemand uit Singapore, die wordt niet voorzitter of eigenaar van Valencia, omdat hij denkt van, goh, wat een leuke stad, een leuke club, zeg ik, ga je wat van maken. Nee, die gaat naar zo'n club toe om er zelf nog meer geld uit te halen. Hij heeft een monsterverbond gesloten met Jorge Mendes, met Raiola, de grootste makelaar van de wereld.
Dus Valencia is sinds die tijd, sinds een jaar of vier, is een soort etalageclub voor spelers van Jorge Mendes. Nou, ja, het is dus geen topclub. Het is geen topclub meer, omdat de een en de andere clown wordt op de bank gezet, zoals die Neville. Die had er nooit, nooit een club getraind. Nee. Die kwam van de televisie. En deze man ook. En deze man heeft er nooit een club getraind. Dat is ook een clown. En die wordt op de bank gezet. En waarom? Omdat die eigenaar, Pieter Lim in Singapore, die ziet wel dat de Paterna, de talentenfabriek van Valencia, echt goed werkt. Er komen dus goede spelers door. En hij wil graag dat die spelers in het eerste komen, want nu zijn ze misschien 4 miljoen waard, over een jaar 10, en over 2 jaar 40 miljoen. Nou, en daarom wil hij zich met de opstelling bemoeien. Hij zegt, die moet spelen, die moet spelen en die moet spelen. Dus hij wil alles bepalen. Hij wil alles bepalen, want die spelers wil hij weer verkopen over een jaar of wat. Nou, en Marcelino zei op een gegeven moment van, ja, hallo, die jonge spelers zijn wisselvallig. Die spelen niet elke week even goed. Dat kan niet. Nou, en hij wilde Rodrigo verkopen, de spits van Valencia, aan Atletico. Die kon hij 45 miljoen voor beuren. Nou, dat was 30 miljoen winst. Dat is heel aanlokkelijk. Alleen waar haal je nog een week voor het begin van de competitie een andere spits vandaan van dat niveau? Nou, daar ging Marcelino voor liggen. En dat is uiteindelijk de reden van zijn ontslag. Ja, kortom een zooitje. Lekker moment voor Ajax dan om ze te treffen. Op 2 oktober, we gaan naar de Eredivisie. Wie was voor jullie de speler van het weekend? Malen of Reza? Of van anderen? Malen. Ook, hè? Malen, toch? Ja, Reza. Ja? Ja, Reza. In zo'n korte tijd. Even voor de mensen die het niet meer weten. Reza Gurganesjad, oudspeler van Heerenveen. Overal rondgezworven. Ja, en nu terug bij Zwolle. Ingevallen en in 28 minuten 4 doelpunten maken. Ja. En een achterstand ombuigen in zo'n korte tijd inderdaad. Maar het is een beetje appels met peren vergelijken. Het was natuurlijk allebei hartstikke leuk. En met name Malen en wat jij zegt. Ook naar de week die achter de rug heeft. Spits, weet je wel, de toekomstige spits van Oranje. Ja. Kreeg mag je wel verwachten. Hij kreeg de kritiek, ja zeker. Maar hij kreeg de kritiek van, ja, 5 goals natuurlijk wel. Maar hij kreeg, niet kritiek, maar Koeman die maakte een opmerking over, ja, je je rendement moet wel omhoog. Ja, nou, dat heeft hij laten zien. Ja, hij heeft met het zelfvertrouwen van Oranje bij PSV teruggekomen. Heeft Koeman trouwens goed gezien, toch? Dat hij dat op een niveautje hoger ook kan. Ja, maar ik denk niet dat zo'n hele grote verrassing was. Hij is bij PSV binnengekomen. Heeft daar ook best wel geleidelijk aan. Is hij eigenlijk steeds beter geworden. Hè? Van 10 minuten invallen tot een kwartiertje, tot 20 minuten, tot af en toe eens een keer in de basis. Ja, en hij is eigenlijk toch wel sinds dit seizoen, na het vertrek van Luc de Jong, gewoon de spits. Ja? Ja, nou ja, dat vind ik wel. En dat laat hij ook wel zien. Enorme opluchting voor Koeman. Want ja, voorin had hij natuurlijk weinig mogelijkheden. En ja, met Malen die... Ja, maar goed, we moeten natuurlijk nu ook niet gaan zeggen... Kijk, uiteraard zijn 5 goals in een wedstrijd een incident. Daar moeten we ook wel reëel in zijn. Maar het is gewoon een hele goede speler. Maar net als wat Siert net zegt over de jonge spelers bij Valencia... Hij is wel als het ware al wat verder. Maar het is natuurlijk niet zo dat hij... Dat we nu een garantie hebben dat hij een heel seizoen op topniveau gaat en blijft presteren. Potentie is zeker aan mee. Het is potentieel gewoon een hele goede speler. Hoe lang is het geleden dat wij in Nederland zo'n groot talent hebben? Zo jong, precies. Kluivert, denk ik. Kluivert, ja. Dat zou wel goed kunnen. Ja. En hij heeft een aantal capaciteiten die hij heeft bijvoorbeeld snelheid. Ja. Dat is gewoon zo belangrijk in het internationale voetbal. Dat hij heel goed kan voetballen en sterk is. Dus je kunt met hem van alles. Je kunt hem in de voeten aanspelen. Goed bij voorzetten. Hij kopt een geweldige bal in. Absoluut. Ook. En in de diepte gevaarlijk. Ja, maar met Malen, met de andere jonge talenten die zich aanbieden. Bergwijn, Gakpo, Iataren. Een paar weken geleden zei iedereen blind. Ajax wordt kampioen en met een straatlengte voorsprong. Dat lijkt gekanteld bij jullie. Ja, dat is wel wat anders geworden. De kwetsbaarheid bij PSV zit natuurlijk een beetje op middenveld. Waar ze aan het zoeken zijn. Maar als je dat soort jongens fit houdt... En die blijven elkaar ook wat gunnen, want dat is natuurlijk wel iets op die jonge leeftijd. Ja, heeft PSV echt een voorhoede. Ja, die kunnen wel... Ja, en heb je Mitroglou nog bijgekregen? Ja? Je hebt hem er wel bijgekregen. Die jongen heeft op het allerhoogste niveau bij hele grote clubs gespeeld. Die wordt niet warm of koud. Waar ze overigens niet allemaal even positief over moeten kijken. Luister maar even mee naar Steve Sidwell. In January, relegation battle, we needed a striker. So they went and got Kostas, I think Mitroglou, I think his name was. Yeah. This fucker, he did not stop eating, honestly. He did, I'm telling you now. He did not stop eating, he was a big boy. And you know, like the protein bars, every time you see him, he'd be walking around the training ground with the fucking protein bar. I think he was actually their record signing at the time.
we were in a relegation battle and we were saying, you want all hands on deck, people that are going to go through brick walls. He was just like, he just walks in, you know, like just the way people walk as well. He's just flip flops, just scuffing the floor. And you're thinking, this fucking, before he comes in, you're thinking, I bet he's got a protein bar in each hand as well. Kortom, het was een fiasco daar bij Fulham. Lijkt me niet zo heel erg lekker als je dit te horen krijgt. Welke zender was dat? Hoeveel interlands heeft hij gespeeld? zo kijk ik nog wel tegen. Respectloos trouwens. Ja, enorm. Je bent wel met elkaar gedegradeerd. Toen hij nog in Griekenland speelde, zagen we hem ook wel eens in de Champions League. En dat deed die wedstrijd wel eens. En dan viel hij meestal in, want hij heeft niet de conditie voor een hele wedstrijd. Dat heeft hij eigenlijk nooit gehad. En wat mij dan opviel was, hij heeft wel een ontzettend dikke kont. Ja. Maar in een 16 is dat wel makkelijk. Als je ziet, ik moet meteen naar Henny Meijer denken. Henny Meijer, maar die was nog behoorlijk snel voor zijn bips. Maar dit is echt een enorme kont. Maar goed, maar we hebben hem nog niet echt beoordeeld. Dus hij heeft het eerst over zich heen gehad dat hij te veel eet. En nou begin jij over zijn kont. Nee, maar ik kan me voorstellen dat die man zegt van hij eet altijd. Ja, dat kun je ook een beetje zien aan hem. Maar het is wel een kwaliteit. Maar het is wel complementair aan al die talenten die we net over hadden. Dat is wel lekker, hoor. Dit is plan C en D tegelijk. Ja. Ja. Nou ja, en als je hoort hoe hij op dit moment zich al gedraagt binnen de club, binnen de spelersgroep, dan kijk daar... zo'n jongen wordt niet warm of koud van iemand... Steve Sitwell? Gewoon omdat hij is gewoon een voorbeeldprof. Die komt gewoon naar zijn werk, tussen aanhalingstekens. Hij heeft genoeg repen. Ja, nou ja, schijnbaar. Ja, kijk, wij zeggen wel, wie is die Steve Sitwell wel, maar dan blijven we allemaal over die repen zeuren. Het zijn eiwitrepen, dat is toch goed? De opvolger van Steve Sitwell gespeeld van Luc de Jong, die siert. Ze draai nog een beetje moet vinden, ondanks dat hij bij de koploper in Spanje speelt. Sevilla is ook zo'n club, die verkopen elke zomer 12 spelers en die kopen ook weer 15 nieuwe. En nu hebben ze de beste technisch directeur van heel Europa hebben ze weer terug. Die heeft een paar jaar bij Roma gezeten, Monchi. Daar lukte het niet. Nou, dat is de man die Canute heeft aangetrokken. Dani Alves heeft gehaald. Die linksback van Barcelona, die heeft daar ook eerst gespeeld. Nou, die heeft denk ik 450 miljoen verdiend voor Sevilla in een jaar of 8 tijd. Nou, en die staat daar nu wel aan het roer. En die had allemaal goede spelers. En die zal ook niet zomaar de Jong hebben gehaald. En het enige probleem voor de Jong is dat hij nu die Chicharito concurrentie ineens heeft. Dat is een hele andere speler. Ja, zeker, dat is wel een heel andere... Dat soort landen wordt wel tijdje gescoord, hè? Want selecteren ze zo door. Kan die gebruiken. Eerste doelpunt. Feyenoord maakte 5 doelpunten vandaag. 2 in eigen doel. maar ze waren wel goed, Bas. Eerste helft was ze goed. Eerste helft was echt leuk om te zien, Feyenoord. Vond ik wel. Eigenlijk voor het eerst dit seizoen. Weet je, ook in het verlengde van PSV. Feyenoord ook moeizaam begonnen. Maar je zit er ook op het middenveld met Tapia en Ver. En voorin krijg je nou meer mogelijkheden. Zijn jullie er nog van te kijken? Die revival van Tapia? Dat hij er gewoon... Eigenlijk wel. Helemaal als je kijkt hoe die... Vorig jaar heeft hij een moeilijk jaar gehad. Als je hoort wat de technisch directeur over hem zegt. Nou, die zegt dat namens de club. Hè, dan is dan Jacques Troost, gevoel. Ja. Van, nou, hij moet eigenlijk weg. Dat was een beetje pijnlijk. En, ja, dat is ook pijnlijk. En hoe sterk is het dan dat je toch blijft presteren? Volgens mij heeft Stam daar ook wel een hele positieve rol in gespeeld. Mm-hmm. Van, ik sta achter jou, jij speelt gewoon. Maar je moet het nog maar wel waarmaken. En hij heeft van de week tegen Peru, of met Peru tegen Brazilië een goede pot gespeeld. Ja, goede pot. Goed. Daar wonnen ze gewoon van. En bij Brazilië speelden ze allemaal mee, hè? Ja. En hij is daar gewoon in Zuid-Amerika is hij gewoon een grote meneer. En bij Feyenoord... Inmiddels. Nou ja, maar is wel gewoon al een jaar, hè? Want hij heeft vorig jaar ook... Ik zie hem nog in jullie tijd bij Twente in het tweede veldje. Ja, maar hij is toen erin gekomen in het eerste. En ik heb hem ook op trainingsveld gezien. Echt een geweldige speler. Is hij ook slank, hè, Johan? We hebben het weer over die... Hij wil nou... Is hij fitter? Maar hij heeft een beetje dat iets loggere. En dat zijn bekkie ziet dat het ook. Jawel, hij ziet er wat af. Maar hij speelt ook een beetje in één tempo. Misschien dat het daardoor... Ja, hij is naar de kapper geweest. Maar het is gewoon technisch een geweldige speler. En ook qua persoonlijkheid vind ik het een goede speler. Het gaat alleen soms te sloom. Je moet er bovenop zitten bij hem. En ik denk dat hij belangrijk kan zijn voor de toekomst van Feyenoord. Dat ze hem vast moeten leggen. Misschien nog wel meer dan dat ze Berghuis... Kans voetbal en Europees voetbal. Ja. Weet je nog dat Riquelme, een van de allergrootste spelers ooit... Maar die kwam naar Europa
En die had ook een beetje dat slomen en zo. En daar is de godheid. Daar zijn ze om bij Manchester United ooit. Hetzelfde verhaal. Maar heel even met Feyenoord houden, jongens. Is ook weer, weet je, alweer een ander voorbeeld. Die het geweldig doet in Europa. Er zit niks van sloom bij. Die is zo scherp. Pas wel naar Feyenoord. Die is over afgetraind gesproken. Heb je dat gisteren gezien? Ja. Afgetraind. Geert, goed uit. Bas. Ja, mogen we naar Feyenoord. Terug naar Feyenoord. Missen ze spits? Ja, natuurlijk missen ze spits. En ik denk dat ze op de transfermarkt ook eentje erbij hadden moeten halen. En omdat je namelijk met Jurgensen, als die geblesseerd is... en die is nogal vaak geblesseerd en die viel weer in. Mm-hmm. Die deed voor het eerst weer mee vandaag. Gelukkig voor Feyenoord. Torsa trouwens ook. Ja. Want in die topscorerslijst, daar hoort toch een Feyenoorder bij te staan? Normaal gesproken wel. Maar je moet dit lijstje zien. Gaat wel een budget, hè? Feyenoord is niet zo kapitaalkrachtig als PSV maar dat klopt. Maar hoeveel spelers hebben ze daar niet dan gehaald de laatste jaren die helemaal niet spelen? Ik bedoel, een Larsson of zo. En ik zeg niet, dat misschien hebben ze het geld niet meer. Maar er worden ook wel andere spelers gehaald. Dan denk ik van, je prioriteiten moeten anders maar goed, een spits is wel voortaan zo duur dat je die gewoon bijna niet meer koopt. Nee, maar het hoeft ook niet per se een eerste spits te zijn. Hij is dan eerste spits, maar als hij wegvalt, die moeten dan spelen. Ja. Nu speelt Narsing daar, vandaag speelde Sinisterra daar. Ja, dat is toch allemaal niet echt. Het is voor Feyenoord te hopen dat hij een heel jaar fit blijft en speelt zoals hij kan spelen. Want het is gewoon echt een nieuw centraal duo achterin, dus dat zou moeten staan. Ja. Ben wel benieuwd naar. Jullie Twente, heren, gaat dat ook fantastisch. Derde. Geweldig. Ja. Winnen vandaag weer. En goed voetbal. Goed voetbal ook. Garcia, ze moet een goede trainer zijn. Ze zijn weg. Nee, absoluut. Dus dat is echt geweldig. Ik zeg, ze zijn weg en het gaat steeds beter. Ja, gaat steeds beter, ja. Die kon je verwachten, Jan. Komt er nog iets terug? Ja. Nee, nooit. Nee, ik ben niet rancuneus. Nee, is toch mooi voor die klas. Jij hebt het fundament gelegd. Jan, voor dit... Nou komen het familie Wessels. Familie Wessels, die heeft ervoor gezorgd dat de club nog bestaat. Ja, laten we naar Dest gaan. Basisspeler bij Ajax. Oranje wil hem eigenlijk wel hebben. Speelt ondertussen bij de Verenigde Staten. Hoe moet dit opgelost worden? Kan dat opgelost worden? Ja, hoe bedoel je? Ja, als je goed genoeg is, dan moet je hem toch oproepen? Ja, de vraag is of hij wil. Ja oké, dat is altijd. Maar dat is een discussie die we wel vaker voeren met jongens met een dubbel paswoord. Want hij... dan ga ik misschien te snel. Maar is voetbal technisch? Is hij goed genoeg? Ja. Ik vind zeker van wel. Helemaal omdat ik vind dat de kwetsbaarheid toch wel een beetje bij Nederland zelf wel op die rechterkant ligt verdedigen. Met Dumfries nog niet helemaal overtuigd van. Veldman. Ja, allebei keurig gedaan, maar... Daar zou je nog wel een kwaliteitsimpuls kunnen gebruiken. En ook dat is weer heel vroeg, hè, om te zeggen van nou, ik kan Dest prima invullen. Maar hij is pas 18, wel, dus kun je hij wel zeggen de potentie. Van, hey, dit is... En de vaardigheden, hier zie je dat ook. Hij heeft de overtuiging, de bluff en de snelheid. Dat is ook wel een hele belangrijke. En de techniek. Ja, het is goed, prima spelen vind ik het. Ja, maar goed, als je goed genoeg bent voor het eerst van Ajax, ben je ook goed genoeg voor Oranje, lijkt me. Ja, toch? Hij is soms het overmoedig, hè? Dat hij nog een man voorbij wil die er niet voor. Ja, maar dat vind ik ook wel weer leuk. Ja, dus als je zo heel voorzichtig en laat maar voorzichtig... Maar de vraag is, wie moet Koeman rechtsback zetten? Ja, hoe dus denk Dest. Je er zelf over? Is dat bekend? Dat is een goeie. Laten we daar even naar gaan luisteren. Want Dest werd namelijk ook niet opgeroepen voor de jeugd interlands. Onder 17, 18, 19 zat hij allemaal niet bij. Zijn mening daarover? Ik heb al die jeugdteams heb ik nooit voor Nederland gespeeld. En ik heb gewoon te horen gekregen, ik was niet het grootste talent van mijn lichtingen. En zelf heb ik gewoon altijd in mezelf geloofd. Ik wist wat ik kon. Ik heb op de training ook gespeeld met al die jongens die wel de juiste jongens waren van mijn lichting, die de talenten waren. En ik wist gewoon dat ik niet ondervoering deed. En de KVB heeft me gewoon nooit opgeroepen. Ze vonden anderen beter op mijn positie. En dat vind ik zelf jammer. Omdat ik het gewoon als ontwikkelingspunt zie. En ik wil mezelf ontwikkelen. En zulke wedstrijden horen er ook bij. En toen had ik Amerika die me wel de kans heeft gegeven. Daar ben ik ze wel dankbaar voor. En daardoor heb ik ook mezelf wat beter ontwikkeld, denk ik. Horen we hier een jongen die teleurgesteld is? Ja, een beetje, maar dat is wel makkelijk, want misschien heeft hij de laatste 2 jaar een sprong gemaakt in zijn ontwikkeling. En was hij in de jeugd, waren gewoon beter. Dat kan toch? Ja, maar bij Jong Oranje had hij wel eerder geselecteerd kunnen worden.
Ja, dat daar zeg hebben jij. Ze hem echt links laten. Nee, nou ja, goed, ja, maar dat suggereert dat het bewust herkennen, iets... Het herkennen van een talent, dat is de kunst in het voetballen. En dat is dus niet goed gebeurd. Want het is een potentiële Nederlands elftalspeler. Dat weet je niet hoe hij toen was. Ja, maar dat is de kunst om het toen te zien. Ja, Keanu Hoover was zijn concurrent, speler van Liverpool. Hè, van Ajax naar Liverpool gegaan, Zeefuik bij Jong Oranje. En ene Bart van Rooij van NEC. Hmm. Ja, maar jongens, dit is nou een discussie. Dit is alleen een discussie omdat hij twee paspoorten heeft. Mm-hmm. Als dit een speler was met alleen een Nederlands paspoort, is het geen discussie, wordt hij gewoon een jaar later opgeroepen. Dus moet vanaf nu in de toekomst elke bondscoach bij de jeugd of de KNVB moet eerst checken of iemand twee paspoorten heeft. En als hij dan, ja, want anders lopen we misschien de kans dat hij voor een ander gaat. Ik ben niet helemaal mee eens. Sorry Jorie, maar we zullen dit moeten accepteren als een gegeven van deze tijd. Ja. Dat jongens meerdere paspoorten hebben, dat kan. Hè. Ik bedoel, dat is gewoon een gegeven van deze tijd. En zullen we ook moeten accepteren dat sommige mensen misschien wel voor Nederland kiezen of niet. Ja, dat is gewoon een... Je punt is gemaakt, Ron. Maar je kunt ook van tevoren toch een beetje nagaan. Het is een strijd. Want bijvoorbeeld de Marokkaanse bond en de Amerikaanse bond, die gaan die strijd ook aan met bijvoorbeeld de Nederlandse zijde, om te kijken of zij die spelers bij hun bonden kunnen laten spelen. En die trekken ook aan die spelers, zeker de Marokkaanse bond. Die hebben daar zelfs Nederlanders voor in dienst genomen. Maar wat is het punt dan? Dus je kunt zelf ook die strijd misschien een beetje maar waarom voeren. Waarom moet je dat doen? Nou, omdat het hele goede spelers zijn. En Ihattaren zou fantastisch zijn als die voor Nederland zou spelen. Ziyech zou geweldig zijn geweest als hij voor Nederland had gekozen. En waar had Ziyech afgelopen week moeten spelen dan? In plaats van wie? Dat is onzin. Jorrie, je kan toch niet zeggen, er is een twijfel over het paspoort. Laten we ze bij onder 13 maar vast oproepen. Dat zeg ik ook niet. Maar in Oranje geldt het pas. En dan moeten ze de keuze maken. Zou de volgende week de bondscoach kunnen vragen die 3 jaar geleden Dest niet opriep. Ja. Waarom die destijds hem niet opriep? Nee. Ik zal je een voorbeeld geven. 25 augustus debuteerde die Ansu Fati, 16 jaar en 290 dagen oud. Guinea-Bissau, daar komt hij vandaan. Dat hoorde toen nog bij Portugal. Dus Portugal heeft inmiddels een verzoek ingediend bij de familie of die bij de Portugese selectie wil komen onder 17. In Spanje zeggen ze, dat is een geweldig talent. Hij woont in Spanje. Hij heeft inmiddels ook een Spaans paspoort. Volgende maand hebben we het WK in Brazilië onder 17. En de Spaanse bond is bereid om hem nu binnen 3 weken nog een paspoort te geven dat hij daarmee kan doen voor Spanje. Maar en dat wil hij zelf ook. Maar de laatste is een hele belangrijke toevoeging. Ja, dat is hij zelf maar ook. Je hoeft dan niks te doen tegen hun wil. Maar je kunt ze toch wel een beetje bewerken. Waarom? Laat die jongen gewoon zelf kiezen. Omdat ze ons wereldkampioen maken Natuurlijk. Ik wil zo'n kampioenschap winnen. Ik wil niet steeds in de finale verliezen. De hele keukenkampioen. Met Ziyech hadden we misschien de Nations League gewonnen. Ons wereldkampioen. Dat is nog maar een jaar geleden. We hebben een eigen stadion. Al is het de Nations League maar, Ronald. Ja, het is wel een goede speler. Jongen, wat is het bewerken? We hadden er best bij kunnen hebben. Jij zegt, laten we die jongens bewerken. Hoe bewerk je ze? Nou, oké. Nou, bijvoorbeeld met Ziyech. Ziyech was bij Hiddink erbij. Die was ongelooflijk trots dat hij... dat verhaal kennen we. Daar hadden ze meer moeten investeren. Daar hadden ze met hem moeten praten. Maar hoe moet dat bij Dest? Hoe ga je hem bewerken zoals jij dat doet? Een keer bellen. Koffie drinken. Contact houden. En dat is bij Ziyech niet gebeurd. Oost-West, Cezinho Dest. Ja. En dan begint het. Je moet een beetje interesse tonen, weet ik veel. Je moet ze een beetje verleiden. Hij heeft in deze interlandperiode gespeeld met het Amerikaanse nationale team. 2 wedstrijden waren oefeninterlands. Zij hebben in oktober, net als het Nederlands elftal ook interlandse, die daar bij de Verenigde Staten speelt, zijn we hem kwijt. Ja. Dus dat bewerken zal een jaar geleden hadden termijn... we met z'n allen over Masraoui. Die naam hoor ik niet eens meer. Nee. Reza, ik kan zijn achternaam helaas niet uitspreken. Hij heeft de hele middag geoefend. Ja, precies. Hij heeft ook in alle jeugd vertegenwoordigende elftallen gespeeld. Het zal ons nou met z'n allen werkelijk een worst wezen dat hij voor Iran speelt. Ja. Het is gewoon puur opportunisme en daar verzet ik me tegen. Ja. Ik snap best dat wij die jongens er graag bij willen hebben. Heel graag zelfs. De voetbalwereld is opportunistisch. Ja, maar moeten wij dat dan goed vinden? Nou, jij mag het goed vinden, ik vind het goed. Wel. Kijk, als je iets kunt krijgen wat je zelf niet hebt misschien. Enorm veel kwaliteit. En ik kan dat op een
een bepaalde manier. Want het is namelijk niet zo dat het geen Nederlanders zijn. Kijk, als het nou, kijk bijvoorbeeld in Qatar, daar halen ze Brazilianen op, die naturaliseren ze. Dat vind ik dan denk ik ook. Oekraïne. Precies. Geboren maar dit zijn gewoon Nederlanders toch ook? Die hebben een keuzemogelijkheid en die hebben wij ook accepteren. Zelf wel kiezen. Ja, die hebben wij en die kan je toch niet beïnvloeden, ook niet met kopjes koffie. En je moet puur selecteren op basis van... Maar wij gaan afronden het onderwerp dan. Praten, dat is dus niet zo. We gaan door. Ja, Matthijs de Ligt. Laten we heel positief beginnen. De nul gehouden bij Juventus. Kan hij nog voor Italië spelen? Nee. Nou ja, hij kan wel leren van Italiaans verdedigers. Want, hij is wel even in de grote mannenwereld gekomen. Ja. En hij wordt nou ook anders bejegend natuurlijk. Want los van dat hij heel positief wordt bekeken. Maar hij krijgt links en rechts ook een paar tikken. En, deelt ze ook uit? Nou, daar heb ik wel vraagtekens bij. Of dat wel zo... kijk, hij krijgt hier een tik. Hij kreeg ook weer een... Geeft een behoorlijke beuk. Ik wou net zeggen, daarvoor ook. Nee, maar kijk, dit soort smerigheden... Ja, dat heb je toch in... Heb je een hele visie weinig gehad, laat ik het zo zeggen. Dus ik denk dat hij wel wat van zich af kan gaan bijten, hoor. Ik zou me gaan irriteren, als ik hem was. Godverdomme. Dus perfecte leerschool. Ja, fantastisch voor hem. Fantastisch. En met hem gaat hetzelfde gebeuren als met Frenkie de Jong. Dat is natuurlijk na 2-3 wedstrijden alweer. Ja. En bij hem laat het na 10 wedstrijden zijn. Toen hij debuteerde onder Blind met die twee fouten tegen Bulgarije. Nou, toen dacht ook iedereen, wat een misser van de bondscoach. En 2 jaar later is hij gewoon de beste van de man. Wereld. Ja. Dat komt ook wel. Ja. Maar, hij wordt wel heel beschermd ook bij Juventus. Het is wel weer zo'n foutje dit. Kijk, dit waarvan zijn je van die zegt, dit is niet Des de Ligt. Kennen we niet van. Hij, en bij NL zelf dan deed hij het ook weer niet, zeg maar. Dit hebben we toch wel vaker dit soort dingen gezien, Jan? Hij heeft hem vorig jaar bij Ajax ook een keer uit bij Excelsior, volgens mij. Als we dan toch in Italië zijn, Justin Kluivert vandaag. Belangrijk. Ook nabij Oranje zijn. Het heeft ze wel goed gedaan, hè? Frenkie de Jong speelt goed. Ja, maar die concurrentie bij Oranje is natuurlijk ook wel steeds, wordt ook steeds groter, hè? Ja. Je ziet dus ook wel dat... Zo'n jongen zou je eigenlijk verwachten dat hij eigenlijk sowieso al bij een selectie zit. En die zit er dus gewoon niet bij. Dus pas als er iemand geblesseerd afvalt, wordt hij opgeroepen. Ja. Nou, dat is ook wel een zekere wake-up call. Hè. Die jongens realiseren zich dan ook al van, zit er niet zomaar even bij. De Rochin, en dat is natuurlijk wel echt een hele goede ontwikkeling bij Oranje. Dat is toch een pure luxe. Weet je nog, begin jaren 80, Benakker was trainer van Ajax. De Nederlandse clubs vlogen in de eerste ronde altijd uit de Europa Cup. Je had toen nog dat staafincident. Freek de Jonge riep nog wat over Koert Waldheim. Toen werden we geschorst. We waren helemaal nergens. We gingen niet naar het WK van 82. We gingen niet naar de EK van 84. En toen ineens kwam Kees Rijvers. En die zette een paar vrienden bij elkaar. Van Basten, Rijkaard, Gunnet. En ineens, net zo'n luxe als nu, die selectie. En ineens werden we Europees kampioen. De enige titel tot dusver. Dus het kan zomaar omslaan. Ja. En dat gebeurt dat nu ook. Dat is nu aan het mee bezig. Ja. Hoe hebben jullie naar Neymar gekeken? Hè? Zoveel gesteg geloven heen. Zou naar Barcelona, zou naar Real Madrid. Nooit meer spelen voor Paris Saint-Germain. Hij is er weer bij. Hij is in die wedstrijd. Hij maakt de beslissende. We hebben helaas de beelden niet, maar hij maakt een fantastische omhaal. 90ste minuut ook. Ja. Hij werd uitgefloten. Maar daar hangt hij. Hij was de hoer van Parijs. Putain! De hoer, Hij werd van de eerste tot de laatste minuut uitgefloten. En toen maakte hij goal. Onwaarschijnlijk doelpunt. En toen... Zo'n Rivaldo omhaal. Ja, en inderdaad, 92e minuut. En toen floten ze ook. Dus ze moesten... Hij zegt ook, ik bereid me er vanaf nu al voor dat ik alleen maar uitwedstrijden speel. Ja, terecht. Ja, maar ja, goed, misschien roep je dat ook wel een beetje over jezelf af. Door als een, Hij is eigenlijk te goed voor al die voor dat hele circus wat om hem heen hangt eigenlijk, vind ik. Ja, maar heeft hij ook een beetje dan zelf veroorzaakt? Tuurlijk, dan ben je zelf bij. Natuurlijk, daar is hij zeker zelf bij. Maar het is eigenlijk doodzonde, want hij is wel van niveau Messi en Ronaldo. Mm. Maar hij zal altijd... Ronaldo is ook al een paar keer van club gewisseld. Maar daar zat veel meer een lijn in, zou je bijna willen zeggen. Hè? Van Sporting Lissabon naar Man United naar Real. Ja. Je zou bijna zeggen, daar zat een filosofie achter. Hè? Want bij Real moest hij ook wel weg, omdat de belasting volgens mij achter hem aan zat. En alleen maar beter geworden. Ja, maar daarom. En bij hem heb je toch al heel snel en heel vroeg eigenlijk in zijn carrière het idee dat het alleen maar gaat om geld van zaakwaarnemers die erachter zitten en commerciële belangen. Nou ja, en hoe hij zich nu natuurlijk gedragen heeft, dat is natuurlijk echt schandalig. Dat is niet je echt begrijpt fijn, die fans wel, hè? Ja, maar speelt die transfer nog, Siert? Sorry, speelt die transfer nog? Nou, kijk, Barcelona zat met een probleem. Die hebben een salariscap. Die mogen niet meer aan salarissen uitgeven en aan transfers. Via de FIFA Fair Play regels. Ja. Dan ze doen. Dus
eigenlijk konden zij met geld niet meer zoveel uitgeven. Max, geloof ik, 100 miljoen. En hij heeft ooit 222 opgeleverd toen hij naar Paris Saint-Germain ging. Dus ze wilden dat compenseren met Rakitic, met Dembele. En de enige reden waarom Neymar niet bij Barcelona speelt is omdat Dembele, die 17 keer te laat komt per seizoen, niet naar Paris Saint-Germain wilde. Toen hebben ze nog trachten te vermurwen met alleen maar dan huren. Dan kom je over een jaar weer terug. Wilde die ook niet. En door Dembele is Neymar niet bij Barcelona. Tuchel wilde het heel graag. Hè? Want die wilde graag Neymar naar Barcelona. Mm-hmm. Hij is de coach van Paris. Paris Saint-Germain. En die wilde Dembele graag terug. Want daar had hij samen mee gewerkt bij Dortmund. Hè? Die kende hij nog goed. Dus, maar ja, inderdaad, Dembele heeft... Is eigenlijk de oorzaak van dat Neymar niet bij Barcelona... Dus dan moet je opletten wat er met Dembele gaat gebeuren. Want dat is dus de man die dat helemaal heeft gedwarsboomd. Nou, wat gaat er gebeuren? Nou ja, die is... heel vaak overigens geblesseerd in de seizoenen dat hij nu bij Barcelona speelt. Echt heel vaak geblesseerd. Neymar, of afgelopen seizoen trouwens ook. Maar als Dembele straks weer fit is, dan is de vraag... Gaat hij wel spelen? Ja. Zeker en dan kun je dus ook afvragen. Met Fati, met De Jong. Ja, dus wat moet Neymar daar überhaupt? Ja, dat zou wel een geweldige voorhoede zijn. Voor, ja, maar als je een voorhoede hebt, Messi, Suarez, zeker op deze leeftijd nog, 32 allebei. Messi, Suarez, Neymar is 28. Ja, Griezmann daarnaast. Griezmann erachter. Ja. Alleen, dan had De Jong veel minder kans gehad om te spelen. We gaan naar Engeland. Jouw Manchester City, mag ik dat nog zeggen? Nee. Lang geleden. Of niet dat het nog iemand weet, maar goed. Nou ja, bij deze dan. Wel hoor. Maar onderuit. Je hebt daar gespeeld. Ben je los? Tegen Norwich. Zoals je van te kijken. Ja, dat sowieso. Maar goed, het is natuurlijk wel zo in die competitie dat je altijd wel een keer tegen een... of dat nou vroeg of laat gebeurt, het zijn allemaal wedstrijden die ze... Kijk, ze steken dat misschien kwalitatief, zeker de afgelopen jaren, wel met komende schouders bovenuit. Maar op deze manier, Ronald, schrok ik van, hoor. Hoe zit die goals weg? Ja, deze is een schitterende goal. Dat is ook wel. Maar die Otamendi, maar je zo meteen waarschijnlijk wel zien. Ja, maar je bent natuurlijk wel met mij eens dat zijn dat al die... Bedoel, we hebben net even naar Arsenal voor de uitzending zitten kijken. Ja, die gaan naar Watford. Dan zou je ook zeggen, daar winnen ze zomaar even van. Nee, maar vergelijk je eerder met Liverpool. En als je ziet wat voor machine dat is gebleven. Ja. Dan, ja, deze bedoel ik. Ja. Is echt niet te geloven, hè, dit. Zo. Ongelooflijk. Dus wel leuk voor Norwich met die cookie. Ja, we net zeggen die. Het is een stripfiguur. Als je een fenomeen hebt. Ja. Maar het is al 6 gemaakt, hè? Spits van Norwich. Ja. Het is wel leuk dat je met een elftal waarvan nog geen 10 miljoen pond. Ja, we hebben zo'n kaart. Kijk maar mee, Jurrit. Het is mooi dat je het zegt. 7,2 miljoen om 455,4 miljoen. Ja, dat is toch geweldig. Sprookje bijna. Ja, ja. Want ook die Buendia is echt een goede speler. McLean trouwens. McLean. Ja. Goed. Stieperman. En Krul doet het goed. Heel goed. Ja, maar Krul is gewoon een hele goede keeper. Ja. Ik denk alleen dat Tim het probleem heeft gehad dat toen hij naar Ajax kwam. Ja. Dat hij te lang niet gespeeld had. En misschien niet helemaal fit was. En dat toen ook zijn uitleenperiode naar AZ eigenlijk een beetje op een... Moet hij bij het Nederlands elftal, Ronald? Jij goed, dat wordt natuurlijk heel snel gezegd. Maar als je elke week in de Premiership speelt, vind ik dat wel vrij logisch. Ja. Is hij beter dan Vermeer? Nou, dat ontloopt elkaar niet heel veel. Nee, ik denk dat, kijk wat we zeggen, dat aan het begin van de uitzending dat Jasper Cielissen onbetwist nummer 1 is en dat die andere jongens elkaar niet zo heel veel ontlopen. Jeroen is erg matig begonnen aan het seizoen, maar de rest daarna gaat, die kiept gewoon zijn partij. En ik zie weinig reden om daar verandering in te brengen. Ja. Alleen, ik zeg, als je elke week in de Premiership speelt, vind ik het helemaal niet raar dat je bij Oranje zit. Nee, toch? Nee. Hey, pakken ze een penalty. In Oranje. Ja, goed. Ja, maar dat heeft hem toen... Toen hebben wij wel met z'n allen gedacht, toen hij naar Ajax kwam... van ja, die gaat hier natuurlijk gewoon makkelijk bij Ajax spelen... en die blijft hier staan. Daarbij bleek Onana veel beter dan iedereen dacht. Ja. En toen hij naar AZ ging, dat half jaar, is hij eigenlijk wel een beetje door de mand gevallen. Ja, ja. Maar dat bleek, maar achteraf leek het ook wel alsof hij niet fit genoeg was. Want daarna heeft hij namelijk in Engeland ook een jaar daarna nauwelijks meer gespeeld. Is hij bij Swansea volgens mij op de bank terechtgekomen. Ja. En pas in de championship bij Norwich is hij weer eerste keeper geworden. En heeft hij weer wekelijks gespeeld. En dan zie je wat hij kan. Ja, hij is altijd een goede keeper geweest. Ik bedoel, bij Newcastle heeft hij de 4-5 jaar aan de eerste. Dan kun je ook keeper. Langer nog, volgens mij. Ja. Ja. Hij heeft het daar bijzonder goed gedaan. Ajax in een pool met Valencia, we hebben het eerder over gehad. Chelsea en Lille. Nou dachten we allemaal van Chelsea, dat is gunstig. Ja. En die beginnen ineens te draaien met die Tammy Abraham. Dat is ook een fenomeen. Ja. En Mount, hè? Ja. Mason Mount, ja. Mount van Vitesse. Maar eerst die Abraham, die heeft nu 7 goals in 5 wedstrijden. Niemand kende hem voor dit seizoen. Nee, uitgeleend geweest.
Ja, dat, zo zie je dat een transferban in verband met de financiële zaken vanuit UEFA het toch niet altijd nadelig hoeft te zijn. Want ze hebben zoveel talent lopen en krijgen nou de ruimte. Ja, 21 en 20. Ze hebben ook nog Willian natuurlijk. Ja. Hè, nog, ja. Die, jij zegt nu net zo'n transferban. Dan zien we net zo'n kaart met die transferbedragen die ze bij City hebben uitgegeven. Kijk, dat is natuurlijk waarom, zeker in mijn geval, bij City vaak een beetje de... Ja, je hebt daar dan toch een beetje een slecht gevoel over. De zuurst er met je dan af. Ja, ja, precies. Weet je, dat, het is wel mooi. Hij heeft, zo de wereld, hè, nu. Ja, daar heb je. Ja, toch? Ja. Ja, hoewel ze dan krijg ik het argument terug, hè. Maar je hebt wel, ja, dat klopt. Maar het haalt wel een beetje van het plezier weg. Als je dit dan ziet, is dat veel leuker. Zo'n Mason Mount is toch geweldig. Ja. Dat hij heeft dan met Frank Lampard gewerkt bij Derby. En dan komt zo'n jongen bij Vitesse natuurlijk. Wij hadden toch nooit, toen die jongen bij Vitesse speelde, verwacht dat hij ooit in het eerst van Chelsea ging spelen. Laten we eerlijk zijn. Nee, dat niet. Dus. Hij was wel heel goed. En eigenlijk, sinds hij erin staat, draait het daar. Ja, is toch geweldig. Want de eerste wedstrijd speelde hij niet mee. Weet je nog? Die gingen ze nog ten onder. En dus een goede tegenstander. Maar dinsdag bij Chelsea, waardoor Ajax wel op zijn passen moet letten. Ja, ik wilde naar dinsdag, Liel. Ook geen verkeerde tegenstander. Wat verwachten jullie daarvan? Je hebt ze gezien, hè? Vrijdag een stukje gezien, ja. Nou, ik wonnen met 2-1 van Anger. Ja. Ja, en, Icone, een van de belangrijke spelers. Icone is inderdaad de speler die bij de Franse elftal heeft gedebuteerd. En ook gescoord tegen Albanië. Gelijk. Maar ik was er niet zo kapot van. Dus ze hebben er nog eentje voor inlopen. Die heeft wel heel veel snelheid, een Nigeriaan. 5 wedstrijden, geen doelpunten. Bij Lille, vorig jaar 3 doelpunten. Waar speelt die jongen met snelheid? Aanvaller is het. Hij was zelf wel kwetsbaar, hè, met snelheid. Ja, die speelt met 4-4-2, Jan. Dus deze twee spelen dan voorop. Okay. En die lopen overal, maar een beetje aan de rechterkant. Maar wat jij bedoelde, het zouden moeite met Van Bergen. Ja. Vooral, Maar verwachten jullie problemen voor Ajax? Nou ja, thuis tegen Lille? Een club uit Frankrijk die in de Champions League plaatst, zou ik toch niet onderschatten. Nee, niet onderschatten, maar ik verwacht geen problemen. Maar bovendien is het zo, door de prestatie van vorig jaar van Ajax, heb je sowieso al 2 clubs in die pool. Valencia van nature, die blijven hangen. Valencia is een counterploeg, dat zijn zij ook. Dus die wachten Ajax op. Ja. Ajax moet er doorheen voetballen. Door de status die Ajax nu heeft. Precies, door de status. Ja, je moet wel oppassen natuurlijk inderdaad voor die snelheid. Maar voetballend is Ajax echt wel beter dan, denk ik, zeker Lille. Maar ik denk ook, zeker hoe ik Valencia gisteren gezien heb, ook Valencia. Ja, maar Valencia zit een beetje in de dip. Dat ze, er lopen 10 spelers in die selectie. Anderen waren natuurlijk ontevreden, want die speelden niet. Maar er lopen 10 spelers in de selectie. Die hebben gewoon die balen ervan dat die trainer weg is. Ja. En dat kon je gisteren ook zien. Dat er een beetje... Tegen Mallorca en Celta de Vigo waren ze ook niet goed, Siert, die wedstrijden. Dat was ook allemaal los zand. Ik vond het ook niet... Dit zijn al die spelers overigens met allemaal reacties die het jammer vinden dat hun trainer weggaat. Dus we sluiten Valencia af. Ik wil nog dan mag Siert vertellen. Nee, gaan we niet doen. Ik wil even nog naar een bijna vergeten voetballer. Jetro Willems, die knalt er ineens een in op Anfield tegen Liverpool. Dat wordt toch gek. Die laat even weten dat hij er nog is. Ja. Hij is natuurlijk Die is verhuurd, toch? Ja, ja. Hij is wat lullig begonnen als invaller bij Newcastle. Hij stond gisteren, wij deden die wedstrijd. Oh, met Wietse was dat, Bas. En na 5 minuten, 6 minuten schieten deze bal even. Weet je, als je hem ziet, dan moet je altijd denken aan Ulrich van Gobbel. Dat is de sterkste, de grootste atleet die ik ooit op een veld heb gezien. Daar kon je gewoon tegenaan lopen en dan viel jij om. En dan dacht hij van, oh, dat is een vogeltje ter baan gevlogen. Die Willems ook, dat is zo'n atleet. Ja. Hè? Dat daar niet meer uitgekomen is. Jammer dat hij van die slaapmoment heeft. Dat gisteren ook wel zo'n slaapmoment. Ik denk, als je dat speelse eruit krijgt. Je hebt dat vanaf... Die jongen is als een komeet omhoog geschoten. Ja. Die moest en zou mee naar de EK. Waar was het? Dat is waar, Oekraïne en Polen. Ja. Zeg ik dat goed? En de redder was ook. Eigenlijk is het daarna... Ja. Ik chargeer nu wel redelijk, maar nooit... Hij wordt stil blijven staan. Hij is nooit meer beter geworden. Dat deze goal hem er doorheen loopt. Ik wil naar Liverpool toe, die aan kop gaan in de Premier League. 15 uit 5, 5 punten nu voor op Manchester City. Er leek even een splijtswam in de selectie te zijn. We zagen deze wedstrijd waarin uit bij Burnley... waarin Salah voor eigen succes ging, gaf de bal niet aan Mané. En die was daar nogal ontevreden over... Ging op deze manier naar de bank. En als we hem zo op de bank zien zitten, dan zien we pas echt zijn frustratie. Enorm boos. Klopp moest dat allemaal sussen. Deed dat ook naar afloop. En we weten nu, dankzij Salah, het is allemaal wel koekenij. Die plaatst het volgende filmpje op Twitter.
geeft het toch niet af? Nee. Hij houdt het toch mooi zelf? Kijk maar, kijk. Zie je? Hij is mooi. Mané en Salah. Dit was Rondo voor deze wijk. Dank heren. U bedankt voor het kijken. En volgende week hopelijk Jack weer in goede gezondheid hier aan deze tafel. Ja, goedenavond. Dag.